Je hebt te veel of te weinig btw afgedragen volgens je aangifte. Het gebeurt iedere ondernemer wel eens en gelukkig kun je het ook vrij eenvoudig oplossen. Belangrijk allereerst is om te kijken naar het bedrag van de correctie. Is de correctie, dus de fout die je gemaakt hebt, minder dan 1000 euro? En hierbij gaat het dus niet om 1000 euro omzet of 1000 euro kosten te veel of te weinig aangegeven, maar echt 1000 euro aan btw correctie. Dan mag je dit verwerken in de eerstvolgende aangifte. Verwerk correcties in de juiste rubriek van de aangifte en je krijgt geen teruggaafbeschikking of naheffingsaanslag van de Belastingdienst. Neem wel een hele duidelijke notitie op in je administratie van deze correctie, want anders weet je volgend kwartaal niet meer waarom je deze correctie gedaan hebt. Uitzondering hierop is een oude kleine ondernemersregeling correctie, dan geldt deze 1000 euro grens niet. En wat moet je nu doen wanneer de correctie groter is dan 1000 euro? Dan moet je een zogenaamde suppletie omzetbelasting invullen. Log in via het ondernemersportaal van de Belastingdienst en ga vervolgens naar het formulier suppletie voor ondernemers. Het kan hierbij gaan om een fout van dit jaar in je btw-aangifte, maar ook van de afgelopen 5 jaar. En het kan ook zowel gaan om te veel als te weinig btw aangegeven. Ook ben je verplicht om dit te melden bij de Belastingdienst. Wil je nu meer tips over je btw-aangifte en wat je in dergelijke gevallen het beste kunt doen? Download dan de reeks online colleges die ik maakte en die je direct kunt downloaden en bekijken op thehappyfinancial.com/btw-aangifte.